En het is nog vroeg om te zeggen dat Suriname moet afstappen van alle COVID-19 maatregelen. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid zei gisteren aan journalisten dat hij de internationale ontwikkelingen volgt, waarbij Europese landen steeds meer de COVID-19 maatregelen, zoals lockdowns en mondmaskerverplichting, laten vallen. Volgens de bewindsman is Suriname vanwege een aantal aspecten nog lang niet zo ver om mee te gaan met die stroom. Je moet ook de infrastructuur van die landen niet vergelijken met Suriname. De landen in Europa hebben een hele sterke infrastructuur aan gezondheid. Ze hebben dus meerdere ziekenhuizen met meer IC-plekken, etc. En veel betere, veel grotere workforce in die zin. Dus het systeem zou het nog eventueel aankunnen als er ook toename zou zijn van besmettingen. Elk land niet besluiten. Er is geen draaiboek voor COVID. Het zal, je beleid zal dynamisch moeten blijven. Ook Suriname zou op een gegeven moment op dat punt kunnen komen waarbij wij zeggen van we stappen ook af van de maatregelen. Maar gezien de situatie nu en de zaken, we laten ons leiden door de adviezen van onze deskundigen, infectiologen, die volgen de zaak op de voet. En het OMT met name, die adviseert de regering regelmatig over de ontwikkelingen. Ramadine zegt verder dat alle adviezen worden besproken met de regering. COVID-19 moet volgens de bewindsman ook op de lijst van infectieziekten staan. We kennen malaria, we kennen dengue, we kennen cholera, we kennen shigella. Dat zijn allemaal infectieziekten die ook langzaamaan zijn geïncorporeerd. We kennen tuberculose. Voordat COVID-19 er was, liep u niet met die mondmasker rond. Maar er was wel tuberculose. Waarom was u niet bang voor die tuberculose besmetting? Dus we moeten langzaam aan gaan beseffen dat je natuurlijk voorzichtig moet blijven. Maar we gaan wel met de hele samenleving moeten beseffen dat de transitie naar de reguliere zorg enorm belangrijk is. Ramadine stelt dat er met betrekking tot de medische zending een apart beleid vanuit het ministerie van Volksgezondheid zal worden gevoerd. De komende tijd zullen artsen in hun laatste studiejaar verplicht worden gesteld om in het gebied waar de medische zending zorg biedt te werken. Dit zal ervoor moeten zorgen dat er genoeg artsen zijn om het welzijn van de mensen in het gebied te waarborgen.